Chesto, ik wacht op je. Ja. Chesto, kom hier. Wacht! I made it, yes! Jongens, super tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe Fortnite video hier op mijn kanaal. Maar vandaag heb ik niet zomaar een video, vandaag heb ik een speciale video. Want, zoals jullie zien, speel ik vandaag een Fortnite minigame en dat is niet zomaar een minigame. Dat is de Sniper versus Runners game mode. En ik ga jullie even snel uitleggen wat dat inhoudt. Dat betekent dat er in dit geval twee runners zijn. Dat zijn Nessim en Alex in het begin. En ik ben daarvan de sniper. En Alex en Nessim moeten proberen zonder dat ik ze kill helemaal rechtsboven in het torretje uit te komen. Waar een sniper ligt, waar zij mij mee kunnen hitten. Maar ik heb toegang tot vier snipers waarbij ik Alex en Nessim probeer te killen. Degene die, laat maar zeggen, steeds als laatste overblijft, is de volgende sniper. En we moeten dit parcours afleggen. Elke trap die jij omhoog gaat, dus elke verdieping die jij omhoog gaat, is een checkpoint. Dus mocht jij van de map afvallen, wat zeker gaat gebeuren in deze video, in dit parcours, mag jij terugkomen naar de laatste trap die jij hebt gehaald. En ik hoop dat hier een beetje de spelregels simpel zijn uitgelegd. Zoals je ziet wordt nu het snipersnest gebouwd. Vanaf daar moet de sniper proberen Alex of Nessim te killen, of andersom, ligt aan wie er natuurlijk aan het snipen is. En dit waren een beetje de spelregels. Dus ik hoop dat jullie van deze video genieten. Wil je dit meer zien? Laat een blauwe duimpje omhoog achter. En laten we naar de game gaan. Jongens, zijn jullie er klaar voor? Yes. Jullie hebben dadelijk één taak. En dat is gewoon uit de weg blijven van mijn sniperkogels die ik op jullie af ga vuren. Want zoals jullie ook in het speed-upje hebben gezien. En nu hier zo hebben we eventjes een heel erg mooi parcours gebouwd. En simpelweg moet ik proberen Nessim en Alex te snipen. Degene die als laatst overblijft, die als laatst doodgaat, of die gewoon het potje wint, gaat de volgende ronde snipen. Dus jongens, ik ga jullie nu verlaten. Ik ga in mijn hele mooie toren zitten. Ja. En dan is het aan jullie om gewoon mijn kogels ontwijken verder. Voor de mensen, mocht jullie dit leuk vinden, laat dan zeker even een blauw duimpje omhoog achter. Wil je dit nou vaker zien met andere mensen, laat dat mij dan weten in de comments. En jongens, jullie mogen van mijn part gaan rennen. Succes. Ja, ik mag pas gaan beginnen met snipers zodra ze door de allereerste checkpoint zijn. En dat is dat raampje daar zo. Dus boys, succes. Ik heb twee bolts, een hunting en een semi-auto. Dus dat moet wel goed komen. Iedereen heeft 50% health. Kijk, daar zijn ze jongens. Jullie mogen gaan. Succes, zou ik zeggen. Alright, we zijn begonnen. Pas, dat was al één snipe. Even kijken, we moeten even gewoon doorrennen. Kom. Succes! Okay. Dit is nog best moeilijk hoor, jongens. Hey Chesto, kijk eens naar mijn obstakel. Nee, ik kan niet meer vegen! Nee! Wat doe je, Nessim? Nessim, wat deed je? Chesto. Ik wou dansen, maar ik kon niet meer weg. Chesto, oh ja? Welke vorm heeft mijn obstakel? Ik kan niet zien, waar staat hij? Hey. Oh, daar. Een L, take die L. Loser. Oeh. Jij gaat de L teken, kom maar. Jij gaat de L teken. Oeh, die was close. Even kijken, hij is daar zo. Even kijken, hij is aan het kruipen. Ah, sneaky bastard, ik zag je pickaxe. Ik zag je pickaxe, kom maar. Kom dan. Oké, ik ga met de bol proberen, jongens. Met de bol is het iets meer moeilijk. Oké, wacht even hoor, even reloaden. Alex, ga je gang maar, jongen. Ik loop lekker door. Ga je gang maar. Ja, nu wat er. Oplossen nou, zou ik zeggen. Oh shit, die deur staat er nog open. Oh jee. Succes, Alex. Nee! Nee! Hij springt naar beneden! Nee, Alex! Oh my god! Dit meen je niet. Oké, Alex, jij hebt een checkpoint gehaald. Dus jij mag terug naar de tweede checkpoint, oké? Oh, oké. Let's go. Ga je gang, maat. Let's go, jongens. Je hebt dus gewoon bij elke trap die je haalt is een checkpoint. Dus mocht je naar beneden vallen, wat kan gebeuren, dan heb je een checkpoint gehad. Maar hij gaat hier weer naartoe moeten komen. Alex, kom maar. Oh. Het snijpen maakt het niet bepaald beter of zo. Rust. Rust. Nee! Oh! Ja, let's go! Yes, alright, oh my god, Alex. Het is in de beurt aan Alex om Nessim en mij dus te gaan snipen. Dus jongens, laten we doorgaan naar ronde 2. Ronde 1 heeft Alex gewonnen, dus let's go. Nessim, ben je klaar voor ronde 2? Yes. Alex, ben jij klaar voor ronde 2? Ja. Oké, laten we de catacomben ingaan. Let's go. Oké, je mag gaan snipen als we pas bij de allereerste metalen ramen zijn aangekomen. Ja, is goed. Want het is dadelijk eventjes een stukje open, dat konden we niet dichtmaken, maar... Heb je een goed gevoel over Nessim? Ik heb zeker een goed gevoel. Ja, dat plekje waar Alex, waar Alex net ging, dat is wel een gevaarlijk plekje hoor. Oké, vanaf nu mag je snipen, Alex. Yo. Succes. Eén kogel. Nee! Hij heeft me ook gewoon gelijk!
Nee, gewoon meteen al. Hoe heb je mij zo snel geïnduwd? Oh mijn god, Nesim, succes. Oh mijn god. I took the L, bro. I took the L. Ik zie die voetjes ook. Oké, wij kunnen hier perfect Nesim zien. Ik zou ook proberen, als dat mij lukt, een mooi, ja, hoe noem je dat, cinematic shot van Playground of van replay erin te doen. Ik weet alleen niet of dat lukt. We zien, oh, daar gaat Nesim, jongens, daar gaat Nesim. Nesim, kom op. Oh shit, bouwtrappetje snel. Oh mijn god. Is dit een checkpoint? Is dit een checkpoint? Ja, dat is een checkpoint. Elk trappetje die omhoog gaat is een checkpoint. Oh mijn god, Nesim. Kom op, Nesim. Doe het voor het team, man. Kom op, bro. Je hebt sowieso al gewonnen. Maar je kan Alex nog verslaan. Dat moet, ja, moet hij naar dat platform daar zien te komen. Daar ligt een hele mooie heavy sniper. En met die heavy sniper kan Nesim Alex proberen te killen. Dat is dat stukje. Succes. Dit is dat stukje. Let's go, boy. Let's go, bro. You got this. Come on. God, is not... is die dit had Alex ook. Oké, je hebt de checkpoint gehaald, Nesim. Niks aan de hand. Je hebt de checkpoint gehaald, bro. You we got this. Proberen. Alright. Even wapen stil totdat Nesim geland is. Ik ga eventjes naast Alex staan. Echt een lastige. Hey, Alex. Hey. Hallo. Alles goed? Ja, maar jou? Hey. Ik ga je achter je staan zwaaien. Dan kan ik mooi kijken hoe Nesim het doet. Oké, succes nu, Nesim. Let's go. Ik ben benieuwd, jongens. Als Nesim dit haalt... Perfectos. Dat zou echt sick zijn. Kom op, Nesim, kom op. Yes. Let's go, maat. Let's go. Let's go, maat. Oh, ja, man. Hij heeft de checkpoint weer gehaald. Kom op, dude. You got this, bro. Oké, okay, wacht. Oh, ja, ja. Alex, daar ga je. Het is bijna zover. Alex, jongens. Het is een... Ik denk dat Alex gepakt wordt hier zo, Nesim. Kom op, Nesim. Je bent er bijna. Kom op, Nesim! Ja! Kom op, nog één ADS! Ja, ja! Alex is dood. Het wordt nou een snipe-off. Let's go. Succes, Nesim. Doe het. Oké. Okay. Snipe-off. Snipe-off die ages. Wie gaat hem hitten? Stop! Jeetje. Ik zie gewoon naar beneden, hoor. Alright, let's go, Nesim. Probeer het. Doei! Helaas! Helaas, Nesim heeft wel een potje gewonnen. Dat betekent dat Nesim op dit moment weer op deze troon mag gaan staan. En het team moet switchen, want Alex en Nick zijn nu weer teammembers geworden. Dus Alex, let's go, maat. We gaan gezellig proberen Nesim zijn koos om te wijken. Dus jongens, wij gaan weer door naar game nummer 3. Alex! Ja? Ben je klaar voor ronde 3? Of course. Nesim, ben jij klaar? Yes. Ben je scherp? Zeker. Oké, dat hebben we eigenlijk niet nodig, maar oké, let's go, Alex. Yo. Let's go, we gaan de catacombe weer in. Ronde nummer 3, jongens. We gaan nu kijken wie deze keer het langst overleeft. Ik was net eigenlijk aan het begin van gelijk al, de Sjaak. Dat moeten we nu niet hebben, dus Alex en ik gaan ons best doen. Dus eventjes kijken. Nesim mag dadelijk, als wij hier bij het ijzeren metalen ding aankomen, dan komt hij beginnen met snipen. Dat is nu. Oké, succes, Nesim. Nesim... Ik ben bang. Nesim! Want die heb ik net gered. Jongens, ik ben al verder gekomen dan dat ik net was. Gaat er iemand nog rennen? Ik ga wel. Oh, dat was zo close. Doe, jutje. We made it to checkpoint number 1, bro. Alright. Ah, we gaan dan lekker op jou focussen. Focus eens even op Chesto. Nee. Focus op jullie beiden. Waarom heb ik ook een roze beer aangedaan? Ja, dat is echt... Wesem, zag je die deur open gaan? En dicht. En open. Uh-oh. En dicht. We komen en bij dicht. Het gedeelte aan Chesto. Uh-oh. Kom je nog? Uh-oh. Oh! Oké, we made it. Checkpoint number 2. Oh, hij is al aan het gaan, die man. Dit gaat nog best soepeltjes. Ik zag jou niet eens. Weet je, ik heb een nieuwe techniek. Oké, maar hier ben ik nog nooit geweest. Hoe werkt dit? Oké, dit is echt... Oh. Dit is echt lastig. Zo. Zo. Oh! Oké, let's go. Waar is... Hè? Oh, daar. Chesto, ik wacht op je, ja. Chesto, kom hier. Wacht! Je moet naar boven komen, Chesto. I made it, yes! Oh mijn god, gast! Maar hij gaat een keer! Wacht even op Chesto dan. Ja, ik wacht op Chesto. Nesim, weet je nu waar ik ben? Ja. Waar dan? Alleen ik zie je niet, dat is het ding. Kan je een kogel over mijn hoofd proberen te schieten? Gewoon over het plekje waar ik zit?
Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Met Chesto. Dat is hem. Hey. Ah! Nee! Nee! Oh, let's go, man. Is dit de laatste stuk? Ja, hè? Ja. Oh ja! Let's go. Nee. Oh! Recht voor mijn zin. I'm going for it. I'm going for it. I'm going for it, bro. Ik doe het voor ons team, ja? Ja, ik made it! Ja! Ja, ja. Er ligt geen sniper meer hier! Er ligt geen sniper meer! Nee! Wow. Nessie heeft de sniper meegenomen! Hij heeft sowieso al gewonnen. Let's go, boys! Alex, let's go! Oh, bro! Alright, jongens. Ik heb deze eindelijk gewonnen. We gaan er nog een ronde achteraan doen. Nu moeten Nessim en Alex weer gaan rennen voor mijn kogels. Dus laten we doorgaan naar de laatste ronde, jongens. Let's go. Nessim en Alex, zijn jullie klaar voor de laatste en de finale ronde? Ja. Ik heb hier vier mooie snipers in mijn handen. En dat betekent dat zodra jullie daar zo bij de allereerste metalen plaats zijn, ik mijn eerste kogel mag gaan afvuren. Zoals jullie net ook hebben gedaan. Dus ik zou me oppassen. Jongens, succes. Mogen de beste winnen. Wie weet halen jullie het niet eens voorbij checkpoint 1. En wie weet willen jullie van mij. Dus ja, ik ben scherp. Net vorige potje heb ik gewonnen. Finale ronde moeten we het goed doen. Dus even afwachten tot ze daar boven uitkomen. Kijk, daar komen ze al bijna, denk ik. 3, 2, 1. Zijn ze er al? Nee. Jongens, jullie zijn wel langzaam vandaag, zeg. Kiekeboe. Daar zijn ze. Kiekeboe. Oké, let's go, boys. Let's go. We houden ze gewoon in de gaten. Daar ging nummer 1. Geef ze even de tijd. Geef ze even de tijd. Nessim, kom maar. Kom maar, Nessim. Ik laat ze even gaan. Oeh, die was bijna op je hoofd. Oké, okay, daar zit Nessim. Even kijken. Nessim zit daar nu achter. Ik zie daar een ballonnen pickaxe. Dus, oké. Okay. Eén iemand moet daar een move gaan maken. Dat gaat Nessim worden. Oeh, en waar zit Alex? Oh, dit is een... Ze zijn aan het splitten, jongens. Ah, teamer. Oh, jeetje. Ze zijn aan het splitten. Oh! Die was bijna op je hoofd, dude. Nee! Oh, Alex is al... Nessim is al daar. Shit. Kom op, Alex. Oh, shit. Ik moest reloaden. Oh, wat een parcoursje deed hij, hoor. Ik zit er even op als je concentratie in dat parcours te doen. Ik ben echt de lul, nu. Ik ben echt de lul. Ik heb het opgefokt. Jullie hebben het heel goed getimed. Jullie hebben het heel goed getimed door apart zo dit te doen, want ik ben op één iemand te hard gefocust geweest. Oké. Ga ik verder komen dan ik ooit... Ja, ik ga verder. Ik ben verder dan ik ooit. Hij gaat zo meteen een actie erop. Nee! Dit is het einde! Nee! Doe het voor mij! Shit! Ik ben er bijna. Ja, Nessim? Wacht even hoor. Succes, Alex. Dankjewel. Oké, okay, wacht, ik zit hier over te kijken waar je zit hoor. Is dat weet ik ook vanaf daar, Alex? Ja, ik zie. Oh, daar zit hij. Dat boefie. Waarom zie ik Alex niet? Ik zit verstoppertje te doen. I don't like this. Waarom zie ik Alex niet, jongens? Kiekeboe. Jongens, dit is voor de win, hè? Oeh. Ik doe dat wel. Voor de win. Ja! Oh, lekker gedaan. Lekker gedaan. Jongens, de runners hebben gewonnen. De runners hebben gewonnen. Oh my god, jongens. Mochten jullie dit nou een leuke video hebben gevonden, laat dan zeker weten. Even een blauw duimpje omhoog achter. Nessim en Alex, heel erg bedankt voor het meedoen. Jullie kanaal, link staat hier beneden in de beschrijving. Wij gaan afscheid nemen van dit mooie parcours die we hebben gebouwd. Ik ga ook afscheid nemen van jullie. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat zeker weten. Even een blauw duimpje omhoog achter. Ben nou nieuw op mijn kanaal. Abonneer dan natuurlijk eventjes. En tot morgen om 3 uur bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Tot morgen, jongens. Doei!